Maar we moeten even verder gaan. Ik denk dat dat een beter idee is. En hier heb je... Oh mijn god! Wat? Een schoen! Godverdamme! Huh? Oh mijn god! Like even deze video in 3 seconden tijd. Anders is er een grote kans dat de horrorclown naar jou toe komt. Dus 3, 2, 1. Heb jij die aan het kijken is geliked? Abonneer dan naar mijn belletje aan. Want vandaag gaan we dus naar een verlaten indoor speeltuin. Jawel. Deze kun je trouwens ook niet zelf vinden op het internet. Je zou dus echt je best moeten doen om het te vinden. Ik kan niet zeggen waar het ligt. Want we hebben hier namelijk een geheimhoudersverklaring voor getekend. Maar maakt niet uit. Mensen, abonneer ook zeker. En weet je, er schijnt dus een enge clown hier binnen te zijn. Er gaan dus geruchten rond. Dus ja, ik weet niet of het nog een eigenaar is. Maar het is in ieder geval een camping. En weet je wat? Laten we naar binnen gaan. Ik ga zo even het gebouw filmen. Maar hier zie je de naam staan. Dus dat kan ik niet doen. Oké, mensen, dit is gewoon het gebouw. Oh my god. Ik kan een andere naam ook wel filmen. Maar dan zie je de naam. Dus dat is niet handig. Maar hier moeten wij dus naar binnen. Oh, laten we gewoon doen. Kijk dit gebouw even. Dit ziet er toch kapot lijp uit, man. Kijk, daar is een gat in het dak, maar we moeten even verder gaan kijken. Oké, mensen. Kijk, dus hier zitten we echt heel lijp uit. Maar er staan ook nog bordjes, zeg maar, waar je naartoe kan. Alleen het hele grappige is, het is echt dichtgegroeid. Dus je kunt er niet eens meer naartoe. Kijk, mensen, die borden staan er gewoon op. Je hebt dus blinded jugs, minigolf, trampolines en dinges. Maar als je kijkt, het is gewoon helemaal dichtgegroeid. Nu heb ik ook echt op 1000 filmpjes gezien dat mensen via het dak naar binnen gaan. Maar je kunt ook via de kelder naar binnen, want dat heb ik ook ergens anders gezien. Dus wij gaan gewoon de kelder pakken. Ik heb echt geen zin om moeite te doen om het dak te klimmen. Ah, man, ik moet even een piepje doen, maar dat gaat niet, want het is dichtgemetseld. Eerlijk, dat wel een beetje teleurstelling. Sorry voor alle mensen die te veel moeite hebben gedaan, maar wij zijn iets slimmer. Wij gaan via de kelder naar binnen. Ik kan echt niet klimmen daar op het dak om naar binnen te komen. Hallo. Hey, mannekes, je denkt toch niet dat ik knettergek ben? Ja, ik ben een Belg, dus ik praat Belgisch. Oké, mensen, daar gaan we dan. En ik gebruik dus nu even mijn zaklamp. En oh my god, het meurt hier wel echt kapot uit. Maar ja, dit is dus de binnenplaats. En oh my god. Kijk dit allemaal. Dit is wel echt gewoon lijp, man. Wow, yo. Welke kant moeten we op? Want hier zijn ergens de kleedhokjes, denk ik. Ik ga mijn andere lamp er even bij halen. Hebben we hier in ieder geval een stuk beter licht? En oh my god, wat is dit dan weer? Wauw, alle kastjes liggen er nog in. En wat? En wat is dit voor een ladekast? Dit is gewoon echt heel random. En gadverdamme, het is ook echt allemaal modder hier zo. Echt lekker is het niet. Ik heb het gevoel dat ik op vakantie ben, maar ja, daar ben ik ook op vakantiepark voor. En wat is dit allemaal dan? Oké, hier is een ruitje ingetikt. Ik weet niet wat hier gebeurd is, maar laten we verder gaan. Want het is wel een vakantiepark natuurlijk. We moeten even een verwarming. Oh my god, kijk dit dan. Wat is dit dan? Dit is wel echt gewoon lijp, man. Wow, yo. Maar wat is hier allemaal dan? Allemaal douches? De tegels zitten er allemaal in. En wat de hel is dit? Oh my god, oké, vertrouw het hier al niet. En dit is een of andere kleedhok, alleen... je loopt wel gewoon gelijk door. Er staan ook gewoon nog letterlijk wc's in. En hey, die wc's zijn nog in goede staat. Tenminste, goede staat wil ik ook niet zeggen, maar... De bril zit er nog op. En kijk die spiegel gewoon. Je kan me niet goed zien, want het is echt een vieze spiegel. En er is nog een wc. Kijk die roestvlekken die erop zitten. En hier heb je een of... Wat is dit nou weer? Van een boot? En er is één grote kleedkamer, bro. Wat er gebeurt hier allemaal? Ik hoor allemaal geruis, ik zweer het u. Oh my god. Nou, in ieder geval, we gaan even de gangen lekker verder door. Want er is natuurlijk nog veel meer voordat we daar zijn. En wat is dit voor plek? Wow. Oké, daar heb je een of andere branddeur. Maar die is alweer opengemaakt. En oh, de brandslang hangt er gewoon uit. Kijk dan, ook nog een kleine brandblusser. En er staat een spiegel. Hallo, hallo. Hoe gaat het dan met iedereen? Trouwens, waar we net in waren, was natuurlijk de fitness. Geen wonder dat de spiegel staat om even zelf knap te vinden. Nu gaan we even lekker door met de gangen. En dit is ook een kleedkamer. Het zijn allemaal kleedkamers voor te zwemmen, man. Maar we moeten even verder gaan. Ik denk dat het een beter idee is. En hier heb je... Wow, yo, wat is dit? Oh my god. Oké, ik ben niet alleen, denk ik. Maar skip hem. We gaan even lekker door. En... Ik zweer, het is echt kapot groot. En waar staat hier een random stoel? Oh my god. Er staat gewoon letterlijk een random stoel hier zo. Wow, yo. Wat is dit, jongen? Allemaal random stoelen, bro. Ik zie hier gewoon letterlijk een trap. En er zitten dus overal van die ballenbakbakken. Maar als we even verder gaan kijken, hier heb je nog iets meer. Is hier een keuken of zo? Of wat is dit? Je hebt hier nog één grote gang. Ik denk dat allemaal de kleedkamers zijn dit. Ja, dat is niet heel speciaal. En hey, daar is een stroomkast. Nou, de power is in ieder geval uit. Chloor. Ik wil even dat er iets meer chloor is, man. Ik vind dat er te weinig chloor toegevoegd is. Al die stroomdingen zijn eruit. Ja, het is allemaal doorgeknipt natuurlijk. En hier heb je één. Wow, dat is voor de zwembad, man. Eén grote boiler hier. Wat een plek, wat een plek, wat een plaatje. En ook hier gewoon één. Enorme boiler om het zwembad warm te houden. En niet te vergeten, is het een wasbak of een pisbak? En ook in deze kamer heb je een boiler. Oké, mensen, hier is dus allemaal balletjes. Laten we de ballen gaan volgen, want ik denk dat we naar het binnenspeeltuin gaan. Want dit is de onderkant, zeg maar. Dus ja, en wat is dit nou weer? Wie doet dit? Oh my god. Iemand zit mijn ballen te gooien. Oké, ik voel me in ieder geval niet opgemaakt, maar... Wat? Oké, dat meen ik niet. Wie doet dit? Wie doet dit? Ik zweer u. Oké, we gaan verder. Oké, er is een brandblusser hier. En... Ik zweer het u, man. Wie doet dit? Er is wel een trap naar boven toe. Maar daar gaan we zo even kijken. En daar is een speakerbox. Wow. Oké, mensen. Laat even door het gat heen komen. Maar... Zo. Gaat helemaal goed. Maar in ieder geval, hier is ook nog een verdieping. Laat even gaan onderzoeken. Als we even aan het verkennen zijn, zien we nog een paar dingen liggen. Zoals brandblussen hier. Maar dit is al de tweede verdieping. En wat is dit dan eigenlijk voor iets? Dit zijn allemaal kleedrekkers. Oh, dat is als je binnenkomt. Oprecht, bro. Kijk hoe groot deze plek is. En daar heb je allemaal kleedkamers. Oké, interessant. Laten we even gaan kijken. Oké, en wat is dit allemaal voor plek? Wat is dat? Oh my god, iemand is hier gewoon. Ik ben hier niet veilig, man. Oké, ik moet me gaan verstoppen. Ik ga me verstoppen in de kleedkamer hier. Oh, ik zweer het je.
Maar werken die kleedkamers nog echt zo goed? Ik zweer het, die kleedkamers werken nog gewoon top, man. Je zit... Oh, ik zit alleen maar opgesloten hier. Ik heb het idee dat er iemand is. Wacht, ik ga even hieronder kijken. Is er iemand? Oh my god. Oh my god, mama, is er iemand? Nee. Oh my god. Nee. Wie is dit? Oh my god. Wat? Een schoen. Oh nee. Ik ben niet alleen hier. Oh my god. Nee, oh my god, ik moet aan mijn deur gaan. Kijk dan, guys, kijk dan. Oh my god. Oh my god, wie is dit? Oh nee. Volgens mij loopt hij weg nu. Oké, is de kus veilig? Ik hoop dat de kus veilig is. Oké, even checken. Hij is daar. Weg. Dit ging maar net goed. Oké, guys, ik zit nu in de spiegel te kijken en daar ben ik dan. Hallo. Jawel, en hier heb je dus allemaal pispotten. Hiernaast heb je er ook één. En dan heb je hier twee wc's. Alleen deze zijn wel kapot. Ja, omdat waarschijnlijk een brandblusser opgekomen is. Maar er zijn dus ook douches verderop volgens mij. Dus laten we even kijken. Dit is een of ander ding volgens mij. Ja, een ding. En dit zijn dan de douches. Dus hier kun je gewoon even lekker je privé tijd nemen om te douchen, man. Oké, guys, het is verder tijd om even te onderzoeken. En laat ik even hier doorheen komen en... Wacht. Oké, ik ben echt serieus bang nu. Ik zweer het je. Ik wil even die binnenspeeltuin bezoeken, man. Maar ik word niet meer rust gelaten. Ik zei toch dat er iemand actief is hier. Bro, doe dat niet na, dit. Oh my god. Zou ik hier aan denken? Maar oké. Die deur gaat open. Nee. Oh my god. Wat? Wie is dit? Ik ga nu die deur open tappen in 3, 2, 1. Niemand. Wie is daar aan? Oh my god. Oké, ik denk dat het hoogste tijd is om met de trap naar boven te gaan. En nu wil ik weten wat daarboven zit. Er is natuurlijk een oude speaker. En daar heb je nog meer ballen. En als we daarboven komen, komen we aan bij het Luna Park. Daar heb je het Luna Park. Maar als we even het Luna Park ingaan, wat is daar dan eigenlijk? Daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar. En we gaan eens even kijken hoor. En verder, ja, eigenlijk niks. Het is gewoon echt een park. Met een douche en een gat in de muur. Ja, dat. Wat misschien nog het meeste opval is deze tafel. Maar je mag in ieder geval niet met honden binnenkomen. Nou, gelukkig is dat niet het geval. En je kunt dus betalen met allerlei dingen. Zo lang is dat niet geleden. Oké, dames en heren, we komen dus op dit moment aan in de binnenspeeltuin. En oh my god, er staat dus iemand achter mij om te reserveren. Wacht, laat ik even mijn reservering doen. Hallo. Hallo. Wat kan ik voor u doen? Ik zou graag een, even hier willen spelen. Want ja, gewoon alleen. Hoe lang zou je willen spelen? Uurtje of drie? Oké, ik schrijf het op. Ja, mijn naam is Delano trouwens. Delano Groffen. Delano. Oké, we zijn nu reservering aan het doen. Ja? Dat is echt nice. Wil je nog wat nodig? Heb je een handtekening? Ja. En ik kan je hier doen. Oké. Oké, laat ik even mijn handtekening gaan zetten, hè. Bang. Ja, goed. Wat drinken? Ja, graag. Waar kan ik drinken halen? Aan de andere kant, zeg, bij die bar. Aan de andere kant. Kom maar even mee. Oké, ik word wel in ieder geval hartstikke welkom ontvangen hier zo. Dat is echt heel nice. Ik hoop wel dat het te trust is. Maar hé, ze hebben goed een assortiment, bro. Kijk, zoals jullie kunnen zien. Heb je al een mogelijkheid? Ik heb hier chipjes voor je. Roze koekjes. Koekjes met chocolade. En misschien nog wat drinken erbij. Doe voor mij maar even kijken, een paprika chips alsjeblieft. En Ranja. Paprika chips, oké. En wil je misschien ook een beetje bloed erin? Nee, geen bloed alsjeblieft. Geen bloed. Niet van de kleine kindertjes. Nee, kun je een beetje rijden bij de? Ja, dat is goed. Ja, hoeveel kost dat? Ja, is het gratis. Oh, dankjewel. Levend uit. Dat hoor ik niet graag dat het gratis is, maar hier ben ik wel hartstikke blij mee. Ik zeg altijd tegen de kindertjes, tegen die nieuwe mensen die hier komen. Ah, kijk eens aan. Misschien maar even 5 sterren review achter te laten, of niet? Als je 5 sterren achterlaten, zou ik heel blij zijn. Oké, lukt het? Ja, hij is open. Ja, voor die jonge man. Yes. Dit is wel aan jou. Paprika chips. Kijk, lekker. Alsjeblieft. Dankjewel. Oh, we kunnen even genieten. En even wat chips eten. Nou mensen, wat komt dat goed uit? Ik ga even lekker genieten. Ik zou zeggen, neem plaats. Ik ga even naar achter als je vragen hebt. Roep maar. Oké, is goed. Oké, zij gaat in ieder geval even naar achter toe. Dus ja, ik weet niet wat ze gaat doen op dit moment. Oeh. Klinkt heel apart. Nou, in ieder geval zal wel goed zijn. Nou mensen, ik ga dus even genieten van mijn zakje chips. Let's go. Oké, en ik hoop dat die een beetje smaakt. Weet je wat, laat ik even dat chipje gaan pakken. Dus, daar gaat ie. Oké, het smaakt toch een beetje anders. Ik had hem wel lekkerder verwacht, maar ja, het is gratis hè. Het zal wel. Laat ik even mijn drink op gaan drinken. Goddamme. Eeuw, dat is bloed. Wat?
Ze hebben opgelicht. Ik dacht dat het siroop was daar. Dat is de enige drinkkeus die we hadden. Ze vroeg het nog zo. Oké, ik weet niet of ik het moet vertrouwen, maar het liefst wil ik weggaan. Oké, dames en heren, we hebben in ieder geval net de drink hier opgedronken. Dus wij gaan ook weer even verder. Het was alleen echt totaal niet te eten en niet te drinken. Maar in ieder geval, laten we even kijken in het speeltoestel. Want hier is het dan hoor. De indoor speeltuin. Jawel. En hallo, kijk hoe mooi dit is. Heb je gewoon letterlijk een ballenbak? Een roze glijbaan. En ook een hele rode glijbaan. Oh my god. Ik voel me echt verkind als ik dit gewoon zie, hè? Huh? Oh my god. Wie was dat? Ik zweer het je, iemand kruipt in die buis. Oh my god. Oké, ik vind het echt heel creepy, mensen. Zullen we even achteraan gaan of niet? Ik zweer het je, ik weet niet wat het was, maar dit was echt kapot eng. Mensen, ik denk dat ik alleen niet ben. En ik zweer het je, mevrouw, kom eens. Ja, hey, luister, ik ga je weg, man. Ik zweer het je, het is kapot eng hier zo. Wat is er allemaal? Mag niet weg. Ja, luister, ik zag iemand daar lopen in het speeltoestel. Hoe kan dat? Kan helemaal niet. Nou, dat is echt zo. Ik zweer het je, ik zag daar net iemand lopen, daar zo. Ik weet het niet. Ik wil het wel laten zien. En wat wil je laten zien dan? Wat? Er komt even met zo'n ding terug. Laat me zien, wat is het? Getekend. Oh snap, dat is waar. Je mag hier niet weg. Ik ga gewoon weg. Ik zweer het je. Boeit me niet. Dat is niet zomaar. Zo niet, hè? Dat is niet. Ik ga weg, hè? Moet je dat thuis of zo, hè? Moet je dat thuis? Zo, even rustig. Oh, oké, ja, sorry. Ik ga spelen. Ik ga spelen, mevrouw. Ik ga spelen. Ja, heel goed. Zweer het je, wat een creep dit. Laat me niet weg, hè? Komt. Oké, komt goed. Ja, ik ga weer naar mijn moeder. Oké, dit is wel heel erg creepy net. Ik weet niet wat er gebeurde, maar dat is echt niet best. Ja, oké. Ze gaat er verder met werken, zo te zien. Harry, wie is dat? Is dat die man die daar misschien zat, Harry? Oké, het is heel vaak, maar zo, wat doet ze? Oké, een beetje apart. Maar het zal wel goed zijn. Oké, laten we doen dat oma niks heeft gezegd. En laten we even in de ballenbak gaan. Woe! Prima. Oh, dat is even lekker in de ballenbak liggen, man. Ik zweer het je, ik voel me wel echt kind. Oh, I love it. Maar laten we verder gaan, want we zijn nu in de ballenbak beland. Oké, en hier zijn dus allemaal bij de speeltoestellen. En ik zweer het je, de rode glijbaan staat hier natuurlijk ook, zoals jullie kunnen zien. Maar daar gaat het even niet om. Wij gaan even de speeltoestellen inklimmen, dus laten we gelijk doen. Hoppa. Kijk, mensen, we moeten er even gauw door. En dan zo. Oh, het is moeilijk met een camera in mijn handen en dan zo klimmen. Dat is echt niet makkelijk, maar het maakt niet uit. En laat ik niet met mijn hoofd eruit komen. Woep, woep. Oh, ik vind het echt lachen, dit hoor. Ik voel me echt weer een kind. En laten we even over die brug heen lopen. Dus ja. Oké, mensen. En volgens mij komt er iemand aan. Wacht, ik ga eens even kijken hoor. Ik zie er weer beneden. Wacht, ik ga eens even over die brug heen. Want ik ben... Ah, dat is wel echt leuk dit. Jalalalala. En hey, hallo. Hey, ben ik aan het spelen? Jij bent zeker aan het spelen. Goed zo. Zal ik het zien? Zeker. Ik wil even controleren of het zo was. Dat begrijp ik goed. Wat een domme oma. Ik zweer het je. Ze ging even controleren. Natuurlijk doe ik het even om een beetje vertrouwen op te bouwen, maar ik hoop dat ze dom is. Ik hoop het echt, want ik ga gewoon zo meteen wegwezen hier. Maar laat ik even verder gaan kruipen naar boven, want er is natuurlijk meer. Want ook hier is een gat. En als we hier even doorheen gaan, ben ik wel heel donker te zien. Maar dat is logisch, want hij filmt zich op de achtergrond. Maar in ieder geval, het lijkt echt op een bolle gat waar ik nu in zit. Oké, ik moet nog eentje hoger en dan komen we dus aan bij die groene buis, want er ging die clown dus toen net naartoe. Kiekeboe! Dan ben ik dan weer uit de gat gekomen. Oh, ik kan hier echt van genieten. Maar mensen, we zijn bij die groene buis aangekomen. Zoals jullie kunnen zien. En die buis moeten we even in. Oké, mensen, laten we even in het gat gaan kruipen. Ik ben dus heel benieuwd wat er eigenlijk precies achter zit. Maar kom maar op een manier achter. En dat is door erin te kruipen. Oh my god, kijk hoe donker dit gat ook gewoon is. Oké, mensen, laat ik even hierheen kruipen. Oh my god. Het is echt wel. Oh, ik kan hier moeilijk erin met een camera, man. Maar goed, weet je, we gaan er gewoon proberen erin te kruipen. Oh. Wat? Oh my god. Huh? Nee. Oh, kijk, stoppen. Oké, ik stop nu. Mijn lamp is ook nog eens leeg, maar kijk dan deze kant. Oh my god, die buis. Ze is aan het zoeken, die klant. Waar is hij? Oké, we gaan even een beetje spieken hier. Oké, hij gaat weg. Ik zweer het je, dit scheelt oprecht niks. Oké, laat ik even hier de andere kant weer uitkomen, dus ik denk dat het beter idee is. Maar mensen, laat even van die glijbaan afgaan, dat weet je, laten we gewoon gaan doen. Oké, dames en heren, laten we gewoon even verder gaan, ik denk dat het best is. Dus ja, ik ga even door een gat heen. My god. Echt, veel en kleuteren, dat gaat niet echt in mijn positie, maar maakt niet uit, we zijn er niet gekomen. Dat is het belangrijkste. En kijk eens, wat een prachtig uitzicht heeft hier ook, man. Heel dat touw hier zo. No, daar is hij. Nee. Oh, nee. En ik durf niet van die glijbaan af te gaan. Nee. Oké, wat moet ik nu doen? Ga weg! Help, wat is er aan de hand? Oh nee, oh, ik weet niet wat er gebeurd is. Oh, help! Wat doe jij hier? Wat heeft dit te betekenen? Nee, alsjeblieft. Nee, doe niks. Nee. Oh. Help, alsjeblieft. Nee. Oh my god, hij is echt gek aan het doen. Ik hoop dat hij hier wegkomt. Nee. Ah, niet doen. Nee.
Ik zweer het je, man. Oké, ik moet hier snel wegwezen hier. Hoe moet ik dat doen? Hij blijft met ballen gooien. Wat gaat hij nu weer doen? Huh? Jong leren? Hij kan ook niks van, jongens, oprecht. Hij kan niet jong leren. Wat moet je? Waarom doe je dit? Waarom doe je dit? Wat? Wat is het? Huh? Geef maar. Wat is het? Ik weet niet wat die dag precies gebeurde, maar ik zie dus ook iets anders staan. Maar ik kan wel iets zeggen, denk ik. Maar hij kan niet praten. Ik weet niet wat dit precies is. Ja, ik kan niet goed zien dat het er tegen ligt, maar... Dit is volgens mij zo'n basket of zo. Ik denk dat hij het wil vertellen. Hij komt terug, die clown. Oké, hij heeft een briefje bij. Wow, gaat het? Meneer, gaat het? Hallo? Oké, wacht. Hij heeft helemaal even, man. Sfeertje. Hij heeft wel even nodig. Hij heeft vast geen verkeerde intenties, dus ja. Staat erop. Even goed kijken, hoor. Ik ben de mascotte. Hij gaat het loshalen. En wat staat er nog meer op? De vrouw wil dat ik speel als clown. Oh, zij wil dat ook echt. Oké. Ik ben vriendelijk. Vertrouw mij. Oké, ik vertrouw je wel, oké? Maar vind je het goed dat ik dan dit paleis verlaat? Want ja, ik heb er betere dingen te doen. Ik heb wel getekend, maar niet zeggen dat ik weg ben, hè? Ik hoop niet dat ze boos op jou wordt. Echt niet. Maar wat staat erop? Gooi een bal in het gat. Ik help mee, vriend. Ah, oké, top. Oké, laten we proberen door het gat in te gooien. Want hij wil dat. Oké, 3, 2, 1. Nou, goed rechter. Het moet wel goed gaan, hè? Ja, het is wel gelukt. Lekker bezig, man. Is goed, dankjewel. Wojo, deze echt is wel heel apart daar. Wie is dit? Oh my god. Huh? En oh my god, hij kijkt me aan. Oh my god, ik zweer het u. Wat gaat hij doen? Nee. Oh my god. Oh nee. Wat? Ah, help! Een clown! Help! Oké, guys, ik sta dus hier te wachten en ik hoop dat hier niet doorheen komt. Oh my god, wat is dat voor iemand? What the hell? Ik moet dit bewijs voor de politie hebben. Oké, volgens mij zit hij heel erg te struggelen. Oké, top. Laat hem maar even doen. Oké, tijd. Ik ga nu naar de auto toe, man. Oh my god. Even instappen. Zo, let's go. Go. Oh, yo, guys. Ik weet niet wat er net gebeurd is, maar... Oh my freaking god. Ik zit dus nu in de auto. De clown, ik weet niet waar die nu is, maar... Ja, een beetje apart. Ik ben echt kapot. Ik zweer het u. Maar wat gebeurt er net ook? Ik zweer het je, man. Het is kapot eng. En wat? Hallo? Wie is dat? Oh my god, hallo? No. Oh my god, wie is dit? Ik doe mijn deur op slot, Zo, go. En, oh my god, nee! Oh my god, kijk hier nog wat deur staat. Oh nee. Oké, mensen, wat moet ik doen? Ik zweer het je. Mitchell, waar ben je? Oké, ik hoop dat hij niet wegloopt. Dat zou wel heel fijn zijn. Hij is een beetje raar aan het doen, maar oké, gelukkig gaat hij niet weg. Prettig dit. Nou, we zijn hier van af. Oh my god! Oh my god, dat is gewoon de challenge uit van 1 miljoen. Dat is een chairshot van 1 miljoen. Oké, Cap. Oké, we beginnen hier zo mee. Let's go. Die. Joe dude. Wie de fuck is dit? Toxel. Geen idee. Vind ik een beetje toxic. Friendly Gate, oh, die ziet er wel leuk uit. En een energy card. Zit er iets achter, iets geks? En Victini. Altijd wel leuk. Ik vind Victini is wel leuk. En? Electric. En een Dun Spare. Die als eerste maat mag hem hebben. Leuke giveaway in het begin van de video. Oké, tijd om naar de clown te gaan. Let's freaking go. Oké, ik ben dus nu in het bos met Mitchell. En ja, we zagen net eigenlijk al die clown, hè. What the hell? Ja, nou, ik had het niet echt gezien, maar... Nee, je was een stuk verder. Ja, nee, ik was aan het fotograferen. Maar ik zag jou in één keer wegrennen. En met een clown, maar... Ja, wat doet die clown überhaupt in het bos? Oprecht. Ik zou het echt niet weten. Ja, ik heb hem verder, heb ik me gewoon verstopt. Maar hij was ook bij jouw auto. Ja, dat vond ik al zo apart. Dus ja. Auw, godsamme. Wat doe je? Ja, ik loop tegen de boom. Print. Pas eens even op. Ja, ik let er niet op. Oh, mensen gaan echt lachen in de comments. Ik zie het nu al gebeuren. Ik denk het ook. Als deze video überhaupt online komt, maar goed. Waar gaan we heen? We gaan gewoon dieper bossen. Ik wil die clown even terugpakken, man. Waar is die clown nu dan? Weet ik niet. Die was bij je auto. Nu is die weg. Ja, ik weet ook niet waar die was. Hij rende ineens weg. Kijk, bij deze plek zie je. Oh, hier. Pas, laat me even erop. Laat me erop. Oké. Nou, met je voeten door dat kind. Nou, terwijl er net iets gebeurde, wil Mitchell ineens al dat ding staan. Right. 3, 2, 1, go. Print. Are you okay, bro? Ja, soort van. Soort van, nou dat merk ik. Nou, dat ging dus heel goed, mensen. Oprecht. Ben je helemaal onder het zand weer. Lekker. Nog een poging wagen of toch maar niet? Oh, wow. Go. Let's go. Woo! Daar gaat hij hoor. Wauw. Je hebt gewoon de overkant gehaald. Je gaat van helemaal terug. Nou, hoe voelt het nou om kind te zijn? Vermoeiend. Er is een clown in een bos en jij gaat dit soort dingen doen. Ja, oké. Mensen, ik snap oprecht het leven niet meer. We hebben de camera weer aangezet, maar Mitchell, ben je ondertussen al uitgespeeld? Ja. Oké. En, hey, hoor je dat? Go, rennen, kom! Hier gaat het, Mitchell! Gaat het?
Mijn enkel. Gaat het? Nee, loop maar. Zeker weten? Oh my god, ik weet niet of dat slimme idee is, man. Oh my god, oh my god, oh my god. Ik zweer het, ik hoorde een klam, maar ik weet het niet. Oh my god. Ah, ga je het stoppen? Oké, mensen, ik zit nu achter een boom en ik weet niet waar die clown is gebleven, maar wow. Dit is een zee, man. Oh, ik hoop dat Mitchell zichzelf wel redt, man. Ik zweer het je. Ik weet niet of het verstandig is deze ik weer achter heb gelaten, maar hij is zichzelf altijd, dus waarom nu niet? Oh my god, guys, we zijn dus net weggekomen van de clown in ieder geval. Ik ben dus heel blij dat ik in ieder geval weg ben gekomen van die clown, maar oh my god. Ik weet niet wat ik hier moet meemaken, maar laat ik even proberen Mitchell te bellen. Want ja, ik wil toch even weten wat hij zegt. Dus dat, ik ga even de telefoon erbij pakken. Dus ja, ik ga even kijken hoor. Oké, waar is het telefoonnummer? Mensen, laat ik hem even gaan bellen. Ik hoop dat hij overgaat. Oh my god, oké. We bellen nu op. Mitchell, oh. Ben ik niet bereikbaar. Nee, hij gaat niet over. Oké, in ieder geval, ik weet niet wat er nou precies aan de hand is, maar ik hoop dat alles goed komt. Oké, mensen, ik weet niet precies wat ik aan de kamerbeeld terug te kijken, maar hij neemt totaal niet op. Maar goed, mensen, maak even niet uit. We gaan eens even verder op zoek naar hem. Kunnen even zoeken. Mitchell! Mitchell! En, oh my god, ik word gebeld. Wat gebeurt er? Oh my god, kijk eens wie me belt. Oh my god, het is gewoon anoniem. Weet je wat, laat ik even anoniem opnemen. Ik denk dat het een goed idee is. Hallo, met wie spreek ik? Oh my god, wat was dat? Ik hoor adem, ik hoor dit knakken of zo. My god, mensen, ik weet niet wat hier nou precies aan de hand is, maar dit ziet er niet best uit. Ik denk dat we gewoon even een uitweg moeten vinden. Maar ik had er niet zomaar weggaan, terwijl Mitchell er nog zit. Mitchell is met mij meegereden. Ik kan wel het bos gaan verlaten, maar als ik hem verlaat, staat Mitchell achter en dan staat hij straks. Ja, ik wil er niet eens over nadenken. Mensen, wij gaan verder op zoek. Alright, guys, het is weer tijd om even wat verder te lopen. En oh my god, ik vind het echt niet meer leuk worden dit. Maar goed, we zien wel waar we uiteindelijk terecht gaan komen. Want, en hey, ik word gebeld. Alweer? Oh, het is niet weer anoniem, hè? En, oh, het is Mitchell. Yo, en oh my god, guys, kijk eens wat ik hier zie. What, yo. Kijk die clown, oh my god. Mensen, wat moet je van mij? Yo. Wat moet je? Kijk eens wat hij doet. Oh my god, hij maakt het gebaar dat ik naar hem moet komen. Oh my freaking god. Oké, mensen, ik denk dat het de hoogste tijd is om even naar die clown te komen. Want ja, ik weet niet wat ik hier moet verwachten, maar what, yo. Het is wel heel duidelijk, denk ik. Mensen, we gaan denk ik op die clown af. Ik denk dat hij, dus ja, ik hou hem op. Ik zweer het je. Ik vind het echt eng worden, man. Maar ik weet waar hij was trouwens. Hij was bij die hut. Oh my god, ik ga er nu even naartoe. Kijk, ik ga nu naar die hut toe. Oh my god. Hey. Oké, ik weet niet, ik zie niemand. Waarom zie ik niemand? Oh my god, ik zie daar drie totempalen. En my freaking god. En, oké, wacht. Loopt hier nou iemand weg? Is daar iemand? Oh my god, ik zweer het je. Daar is die hut, ouwe. Daar was hij net. Ik zweer het je. Ik weet niet wat hij daar net deed, maar die hut, dat spreekt me echt totaal niet aan, hè. Oh my freaking god. Hier letterlijk. Hij was letterlijk daar bij die hut. Maar wat deed hij daar in godsnaam, man? Oh my god. Laat je nu zien. Ik weet niet. Is hij ergens hier? Ik zie geen clown meer, maar als jullie een clown zien, laat even achter in de comments. My freaking god, zeg. Dus ja, en, Oké, dus dit is die hut waar die was, hè? Ik vind het echt eng worden. Wat? Wow, yo, wat was dat? Oh my god, en hey, staan daar! Oh nee, hij redt daar gewoon weg. Ik zweer het, ik had het niet bij jou. Hij is echt ver weg op dit moment. Ik weet niet waar hij naartoe gaat, maar ik vind niks. Ik zweer het je, mensen, mijn angst begint echt gewoon over mijn lijf heen te stromen. My freaking god. Oké, guys, ik weet niet wat er net gebeurde, maar dit geeft me echt geen prettige vibes gewoon. Oh my god. Maar goed, we zijn dus nu op de weg lopen en ik zweer het, ik ben helemaal kapot. Ik ben helemaal klaar mee. Ik ben wel een beetje klaar met het rennen ook, want ik ben echt dood op, man. Oh my freaking god. Goed, laten we even weg gaan lopen en wat gebeurt er? Yo, hey! Stoppen jij? Oh my god. Oh my god, wat gaat hij doen? Ik hoop dat hij weggaat. Wat? Ik ben weinig omgegrepen door een clown. Wow, yo. Ik weet niet wat ik kan zeggen, maar laat hem maar weglopen. Ik hoop niet dat hij nog een keer terugkomt. Maar mensen, dit geeft me echt geen prettige vibes. Ik hoop dat ik het bos kan verlaten, want ja, ik moet Mitchell toch wel een keer vinden uiteindelijk. Ik zweer het je, man. We zijn even verder aan het lopen. Ja, tenminste, ik, want ik weet niet waar Mitchell natuurlijk is. Ik denk dat ik het ook opgeef. En ik bel hem wel even op. Misschien dat hij wel nu normaal opneemt. Ik hoop het maar. Oké, ik zie dus hier een hut staan. Wow, yo. Kijk daar, guys. Deze hut. Maar zou dit ook van de clown zijn? Ik weet niet of het de hut van de clown is, maar in ieder geval, dit is dus ook een hut. Ja, het is inderdaad best wel creepy als je over nadenkt. Maar mensen, ik ga terug naar de auto en ja, ik probeer nog één keer te bellen. Dus ik ga even nu de auto in. Oh my god, guys. Oh, ik zweer het je, man. Het is echt geen prettige dag dit, maar ja, het is even niet anders. Ik zweer het. Maar what the hell, bro? Dit is echt geen prettige vibe. Ik zeg heel eerlijk, hè. Oh my god. Oké, ik denk dat ik hem even opbel, want ik denk dat het wel een goed idee is om Mitchell even op te bellen. Oké, we bellen hem op, mensen. Oh my god. Yo. Delano? Ja? Delano? Ja. Yo, waar ben je? Ik ben weer terug naar de auto. Ik wil je net ophalen. Waar ben je? Ik ben bij bevel. Gast, dit is niet normaal. Je moet me echt op komen halen, man. Wat is gebeurd? Ja, god, die kwam niet op mijn telefoon. Echt? Dus ik liep achter hem en ik gaf hem een stok. Gaf ik hem op zijn hoofd. En toen viel hij op de grond en had mijn telefoon kunnen pakken. Maar ik ben niet meer waar ik terug gegaan, man. Je moet me echt op komen halen. Nee, ik kom er nu aan, Mitchell. Nee, pas op voor die clown, man. Komt goed. Shit, dat komt je aan. Oké, hang op. Okay, ik kom eraan, nu. Ik kom eraan. Oké, mensen, ik kom er nu naartoe. Dus weet je wat? Ik ga even plankkast naartoe geven. Ik hoop niet dat ik een boete krijg. En dan zie ik jullie daar weer. Oké, mensen, we zijn dus aangekomen op de plek. Ik ben aangekomen op de plek. En oh my god, ik vind het echt spannend worden. Ik weet niet wat ik hier kan verwachten, maar ik zit gewoon helemaal te trillen op mijn benen. En jeeën. Maar ik denk dat ik maar één idee heb. En dat is gewoon even naar het plekje gaan. Dus laten we gaan. Kijk daar waar ik ben, mensen. Oh my freaking god. En hier is het dus, hè. Ja, weet je, ik denk dat we gewoon moeten gaan. Dus we gaan eruit. Mensen, ik zie jullie daar. Oké, guys, ik zweer het je. Ik ga dat even uitstappen. Ik denk dat het wel een goed idee is. Dus laat ik dat even gelijk kunnen doen. Dus mensen, ik denk dat het hoogste tijd is. Oh. Hey, daar loopt hij. Oké,
Ik hoop dat hij niet heeft gehoord. Oh my god, oké, ik ga hem stoppen, Oh nee, wat is hij aan het doen? Hij is alle auto's aan het scannen. Oké, please, niet deze. Ik zweer het, ik ben verstopt, hoop ik. Ik hoop dat ik goed verstopt ben. Hij is aan het zoeken, oh my god, wat is hij aan het doen? Hij gaat al die auto's af, hè? Al die auto's langs, oh my god, hij is die vrachtwagen aan het scannen. Ik hoop niet dat hij die kant op komt, hè? Oh nee, hij komt dus die kant op, hij komt weer terug. Wat gaat hij doen? Oh my god. Wat? Oh nee, pst, je mag me echt niet zien. Oké, hij is nu de auto aan het scannen hier zo. Hij loopt achter de auto. Wat? Nee, shit. Nee. Oké, hij ziet me net niet. Oké, go. Oh, gelukkig, hij gaat weg. Oh, ik schrok me kapot, ouwe. Ik weet niet wat er net gebeurde, maar trauma dit. Oké, guys, ik ben de hoogste tijd om uit te stappen, want ik zweer het je. We moeten hem even gaan zoeken. Ik zweer, we moeten hem nu gaan zoeken. Want dit begint echt niet fijn te worden zo. Oké, deur op slot, voordat die kleine binnenkomt. Dat is niet de bedoeling en het is tijd om te gaan zoeken. Ik was even bang dat hij me eruit in ging tikken, dus ja. En ik denk dat nu de hoogste tijd is om Mitchell even te gaan zoeken. Want ja, ik weet niet wat ik hier eigenlijk verder nog moet doen. Maar ik denk dat Mitchell ergens in de buurt is. Dus dat. Mitchell! Hey, ik hoor hem. Ik weet niet of het kon nog op de camera, maar ik hoor hem in ieder geval wel. Ik ben hier. Waar ben jij? Oh, daar ben je. Laten we niet te hard praten, want de clown hier in de buurt is. Maar volgens mij zijn we van hem af. Moeten we nu terug. Ik zweer het. Beter gaan we nu terug. Snel naar de auto, we moeten echt weg hier. Ja, inderdaad. Dus kom. Laten we niet te lang weer blijven. Oeh, gaat het? Ja, maar één kom ik hier. Oh ja, tuurlijk. Ik probeer het. Ah, rotak. Oh, wat heeft hij gedaan? Oh ja, tuurlijk. Heeft die clown je niet fysiek aangeraakt? Nee, ja, ik sloeg hem in de stok, maar waarschijnlijk heeft hij mij weer... Ik weet niet, man. Snap ik. Het hele stuk heb ik gerend. Heel dit stuk? Het hele stuk. Ja, ik zag die clown liep hier net, maar die is weggelopen, dus we moeten nu gaan. Kom, nu. Ja, inderdaad, mensen, we gaan snel weg. Ik denk de hoogste tijd om naar huis te gaan. Oké, mensen, weet je wat? Ik denk dat de hoogste tijd om naar huis te gaan. Mitchell is niet meer weer terecht. Ik voel het weer. Hoe gekieteld? Wat is dit? Hoezo heb ik een kietelend gevoel ineens in mijn borst? Ik heb geen idee waar dat vandaan komt, maar het zal wel goed zijn. Wow, ik ga het van deze wel heel koud. Ik weet niet waar dat ineens vandaan komt, maar we gaan toch even de warming moeten aanzetten. Want het is wel echt heel erg koud ineens. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar wie heeft dat nou weer gedaan? Oké, Snowy, heb jij dat gedaan? Ik denk het niet. Ik denk niet dat Snowy erin staat om te doen, man. Mijn lieve kat wil naar binnen toe. Laat het even doen. Snowy, lekker naar binnen toe jij. En daar is mijn andere hond, Milo. Maar ik heb het echt koud, wat de hel? Oké, hoe kan dat nou weer? Het is gewoon normale temperatuur. Gewoon kamertemperatuur, 19 graden dus. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar... Koud? Ik heb het normaal nooit koud zomaar in huis. Zeker niet bij 90 graden. Dat is gewoon echt gewoon dikke kamertemperatuur. De meeste mensen hebben dat zo. Dus waar dat ineens vandaan komt, ik snap er niks van. Mensen snappen jullie het nog, dan snap ik het misschien ook. Maar ja, laat het even achter in de comments. En Milo is laatst ook weer een beetje bijgeschoren. Dat kun je wel denk ik een beetje zien. Hij is helemaal zacht. Kijk eens jongens, ziet er toch mooi uit bij Milo. Hè? Nou, in ieder geval, dat is hartstikke leuk. Ik ga even een bijtje voor mezelf klaarmaken en ik ga even lekker wat eten. Ik denk dat het wel even handig is om even wat te eten. Dus laat dat eens even gaan doen. Ik moet sowieso nog even wat gaan doen vandaag buiten. Maar voordat we dat gaan doen, ik ga eens even mijn fretten aandacht moeten geven. En als het goed is, zijn mijn fretten dus in de kooi. Freddy's, waar zijn jullie? Hallo, Freddy's, waar zijn jullie? Zijn die verstoppertje aan het spelen? Ja, dat zijn ze. En hier zijn ze, kijk eens. Daar zijn ze hoor. Kijk dan de pretjes. Kom eens even een kusje geven, jongen. Hè? Kijk mensen, dit is de pret. En ja, Freddy's vinden het ook wel fijn, maar die leren lekker te pompen. Dus dat. Hij wil er eigenlijk uit, maar liever niet met Milo erbij. Want ja, als Milo hier is en Fred wil eruit, dat gaat niet helemaal goed komen, denk ik. Dus het zorg is op Fredjes, maar andere keer. Als Milo boven is, mag je eruit. Nou, die laat ik even lekker verder slapen en ik ga even verder mijn ding doen. Dus ik zie jullie zo meteen weer. Ik was de hele tijd op zoek naar mijn autosleutels en dan ben ik zo dom. Ik zweer je. Ik voel het weer in mijn hart. Ik weet niet wat het is, maar ik krijg deze steek hier zo. Snap jullie het? Ik weet niet, maar ik krijg deze heel veel die steek deze vlog op dit moment. Ik heb nog gekriebel, gestookt en ik had het dus heel koud. Beetje apart, want normaal heb ik het nooit komen 90 graden. Zeker niet als ik bezig ben zoals nu, dus. Maar nu gaan we wel even echt de deur uit, jongens. Ik weet, het is heel onderbelicht hier zo, maar dat gaat even niet om. En ik denk dat de hoogste tijd is om even de auto te pakken. Och. Ik zweer het, ik zit nu in de auto en ik heb het heel warm op dit moment. Oh my god, ik zweer me helemaal kapot op dit moment. Wow, ik ga hem even aanzetten. Oh my god, ik doe de deur even open. Maar dit is niet best. Oh my god, ik heb mijn airco eigenlijk even echt op 15 graden, zodat het echt heel erg heet op dit moment. Oké, dus ik denk de hoogste tijd om dat even te doen. Dus laat ik even de airco lekker op 15 graden zetten, want wow. Dit is niet fijn en ik heb het nog steeds gewoon kapot warm. Hoe is dat ineens mogelijk? Ik bedoel, het was net echt super koud. Ik had echt enorm koud en nu mega heet gewoon. Of ben ik gewoon hot? Nee, dat ben ik dus niet. Als ik een betere haarlijn gehad en een betere kop. Maar hey, daar gaat het niet om. Mensen, het is veel te hot en...
Ja, oké, de deur valt te dicht. Maar ik ga maar gewoon rijden en ik moet me even accepteren, denk ik. Ik doe gewoon een raampje open en ik geef wel aan. Ja, misschien moet ik met 300 km met mijn PUB over de woonwijk rijden. Oké, dat ga ik niet doen, maar het is niet lekker. Oké, er was even serieus wat vaars aan de hand. Want ik zat dus net op mijn telefoon te kijken en ik kreeg dus een WhatsApp berichtje van dat ik in het bos moet komen of zo. Ik heb geen idee van een anoniem bericht. Maar ja, we gaan er gewoon lekker op af en kijken wat ik hier nou precies mee moet. Ik snap er niet heel veel van. Maar ja, misschien snap jij het. Ik denk het ook niet, want het is een beetje vaag. Mensen, wij gaan lekker naar het bos toe. En ja, ik denk dat het beste idee is om er even naartoe te gaan. Oh my god. En zoals jullie kunnen zien, zijn we dus aangekomen bij het bos. Dus we gaan de auto uitstappen. En dat dus. Ik heb het toen net echt kapot heet had. En weet je dat nog? Heb ik het nu weer iets van heel erg koud gewoon. Dus een beetje apart. En hey! Oh, mijn voorhoofd, ouwe. Oh, dit is geen pretje. Ik kreeg ineens een tik tegen mijn voorhoofd, leek het wel. Een licht tikje, hoor. Niet zo'n grote, maar... Ik vind het niet fijn, maar het zal wel oké zijn, denk ik. Dus mensen, ik ga gewoon lekker het bos in. Oké, ik heb besloten om even stil te staan. Niet voor de lol, maar ja, dat is. Want ja, ik weet niet, ik was heel de tijd lopen en ik voelde heel de tijd wel iets of zo, weet je wel. Kleine tikjes op mijn borst. En dat is denk ik... Joh, ik zie dat ineens. Wat is dit? Wat is dit dan weer, dit weekende? Ik zweer het je. Nee, ik weet niet. Ik vind het heel raar. Wat is dit? Oh, oké, dit klopt niet. Ik zweer het je, want nou zit ik al heel een tijd een beetje zo. En die kriebels, dat ik het warm heb, dat ik het koud heb, is niet zomaar. Ik denk dat er iemand achter zit, maar ik weet niet wat, maar... Oké, ik hoor dat verder normaal aan. Oh, mijn dacht dat wat net. Oh my god. Zie je dat ook? Ik heb ook wel op tijd op gefilmd. Zo niet, dan heb ik misschien pech gehad. Maar zagen jullie daar ook iets in de verte? Het is oprecht heel vaag. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Oké, misschien toch wel even leuk om te vermelden. Want als ik tegenwoordig op straat ben, ik merk natuurlijk, ik word regelmatig herkend. Dat gebeurt gewoon zo. Alleen de manier waarop ik bekend word, vind ik altijd iets minder leuk. Ja, ik vind dat wel leuk om mensen mij kennen. Maar ik moet altijd horen van, hé, je bent die TikToker. TikToker? Ik weet niet wat jullie eigenlijk meer vinden. Vind je mij meer een TikToker op YouTube? Ja, ik vind mezelf gewoon nog steeds meer een YouTuber. Want ja, ik doe nog gewoon fanatiek YouTube. En ik weet, ik maak ook filmpjes op TikTok, maar. TikToker? Nee, man. Ik vind het ook nooit fijn als mensen met TikTok noemen eigenlijk. Ja, kijk, weet je, het is gewoon. Hoe het is, maar... Ja, ze bedoelt wel het goed. Dat is wel het gewoon leuke foto van zo maken. Alleen, als je me dat toch tegenkomt, zegt dan... Hé, je bent een YouTuber. Dat vind ik veel leuker om te horen, want dat ben ik ook. Ik ben een YouTuber, snap je? Geen TikTok. Oké, ik ben ooit een keer viraal gegaan met dat... Oh, daar is Slender, mijn liedje, zeg maar. Dat klopt. Maar nog steeds op YouTube, want die is op YouTube geüpload, niet op TikTok. TikTok heeft het viraal laten gaan. Dat is een ander verhaal. En ik moet zeggen, TikTok heeft een leuke kracht om daarvoor te zorgen. Maar nog steeds, ik ben geen TikTok. Ik ben altijd een YouTuber. En ik zeg je eerlijk, TikTok en YouTube nooit overnemen. Hoe dan ook. En TikTok-fame bestaat ook eigenlijk niet. Maar ja, dat is. Kijk, er is één bepaalde kracht op TikTok. Dat is als mensen video's re-uploaden op TikTok, weet je. En dan wordt dat veel bekeken. Dan krijg je daar ook views op. Ja, dat is de kracht van TikTok. Daarom zeg ik al, TikTok en YouTube nooit overnemen. En, ah, mijn been. Ah. Ik weet niet wat dat ineens was, maar oh, die voel ik wel. Ah, man. Oh, oké. Ik moet proberen sterk te blijven, man. Ik zweer het je. Ah, ik zweer het je. Ik weet niet, ik voel alsof ik snee in mijn benen. Wacht. Oké, ik ben wel hoog, man. En, ah. Ik heb geen snee, maar het voelde wel zo, man. Oh, man. Ik zweer het je, alsof ik een mes in mijn knie kreeg. Au. Oh, dat is echt geen feitje, man. Ah, man, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik ben ineens helemaal nat. Ik weet niet of je kunt zien. Ja, tenminste, ik ben toch best wel nat. Ik druip helemaal ook. Ah, dat is geen pretje. Kijk, mijn haar ook gewoon. Ja, het is niet super erg, zeg maar. Ah, ik ben helemaal nat geworden, man. Wat de hel is er gebeurd? Oh, dit is echt geen pretje gewoon. Oh my god. Nou ja, in ieder geval, het is nog wel te doen. Het is gelukkig goed weer, dus ik droog wel snel, maar... Oké, ik snap er echt niks van. Ik ga gewoon echt, ik zweer het, ik ga nu terug naar huis toe. En ik wil serieus weten wat er aan de hand is, want nu klopt er echt iets niet. I mean, het is zondag, het heeft niet eens geregeld. Dat is alsof er ineens regenplaat over je heen is geweest, 5 seconden en dat het weer voorbij is. Ik had het moeten filmen, man. Ik was helemaal vergeten te filmen, maar ja, kan gebeuren. Oké, dames en heren, wij zijn hier weer thuis gekomen. En jawel, ik ga dus eventjes een foto maken of dan een snap even doorsturen en... Wat is er nou weer aan de hand? Oh my god, wat? Oh, wat is dit? Oh my god, guys. Look at this. Wie is dit nou weer gedaan? Oh my god, ik zweer het, is echt niet best. Hoe kom ik dit aan mijn gezicht? Ik heb het nog niet eens gemerkt. Ja, ik voelde wel ineens iets kouds op mijn gezicht. Ik dacht al, wat is dit nou precies? En ah, en wie doet dat nou de hele tijd? Ik zweer het je. Ah. Au. Godverdorie, dat doet zich. Ik weet niet wat dat even te betekenen, maar dit is echt niet best hiervan. Ah. Oeh, dat meen je niet. Ik zweer het je, man. Dit is echt heel erg raar. Wow, gebeurt de hele tijd, man. Ik zweer het je. Auw. Ah, man, mijn nek. Ach, ik zie er iemand binnen. Ik ga er nu naartoe. Ik zweer het je, ik ga die nu te pakken nemen. Ik zweer het je, man. En ja, staan blijven. Hé, hey, hij is weg. Chips. Hey, ik zag hem net. Ik zweer het je. Oké, ik kwam erbij te laat met filmen. Maar hij is ineens via die kant weggevlucht, man. Oh, nee. Hij is gewoon weggekomen. Hoe komt hij er ook meer weg? Kijk eens wat hij ligt. Dit is gewoon een voederpop. Ik wist het. Is die oké? Kijk dan, hè. Kijk, dit ben ik gewoon letterlijk. Dat betekent dat iemand gewoon een voederpop van mij heeft gemaakt. Wat de hel, man. En die stift, dat valt ook wel heel erg op. Vandaar de hele tijd iets voeden. Het was 33 jaar geleden. Waarbij papa en Pennywise samen naar het circus gingen. Zo, zoon. Heb je er een beetje zin in? Ja, maar natuurlijk heb ik heel veel zin in. Mooi.
Laten we even een leuke dag in het circus gaan maken. En raad wie er komt? Ik weet niet hoe die clown heet. Deze clown heet ook Pennywise, net als jij. Hoe fantastisch is het dan ook? Ze gaan dus samen naar het circus en de clown heet dus ook Pennywise. Maar zal het circus open zijn? Zo, zoon, we zijn er. We staan echt lang wachtrijden. Moet ik wel echt zo lang gaan wachten hierop? Ja, maar natuurlijk, papa, doe het voor mij alsjeblieft. Ik heet Pennywise, ik hou van clowns. Jongens, jongens, probeer alsjeblieft rustig te blijven. Het circus gaat er helaas niet door. Alsjeblieft, blijf allemaal rustig. Hou je gepijst, alsjeblieft. Hey, wat krijgen we nou en wie is die clown? Laat me er even langs, Eikel. Hey, waarom is circus in godsnaam gesloten en wat denkt u dit vredesnaam te betekenen? Ja, sorry meneer. Er is iemand incidenten gebeurd op het circus. Dus ik kan je niet naar helpen. Weet je wat, zoon? We gaan helaas naar huis. Papa, kunnen we echt niet gaan dan? Nee, je hebt gehoord wat de meneer zei. Kom, laten we gaan. Papa en Pennywise besloten zich om naar huis te rijden. Alleen ze zijn niet erg blij. Godverdomme zeg. Ben ik helemaal van niets die pakken aan het helemaal lopen rijden. En is het gewoon gesloten. Waarom geeft ze een godsnaam niet aan? Ja, echt hè. Ik snap ook helemaal niks van. Ik zweer het je, ik ben er echt klaar mee. Ik ben echt kwaad op dit moment. Op dit moment is papa echt heel kwaad. En dat begrijp ik voor zo'n lange rit. Eenmaal na een lange rit komen papa en Pennywise dus eindelijk thuis aan. Ik zweer het je, potverdomme drie dubbeltjes zeg. Ik ben echt, echt kwaad op dit moment. Ja, dat snap ik papa. Maar weet je wat, ga lekker slapen. Ja, dat wou ik nu ook aan doen ook. Maar ik wil niet meer horen. En je blijft thuis hè. Oké, papa, ik blijf thuis. Oké, mooi zo. Papa besluit om naar binnen te gaan. Maar wat papa niet weet, is dat Pennywise gewoon buiten blijft staan. Dit was Pennywise toen hij nog een baby was en hij stond nog buiten te wachten om weg te gaan. Op het moment dat papa ging slapen pakte hij stiekem de autosleutels en hij begon hij te rijden naar het circus. Papa heeft Pennywise vroeg leren rijden, want hij is naar het circus aan het rijden. En hij parkeert de auto dus, niet zoals hij had gehoopt, maar goed. Zo, eindelijk aangekomen bij het circus. Laat ik even op zoek gaan naar Pennywise. Oké, Pennywise komt dus aan bij het circus en hij gaat dus naar binnen toe. Zou het een beetje een aangename verrassing zijn daar zo? Pennywise is hier samen met de burgemeester. Dan heb je God wat verkeerd gedaan. Wat doe je me precies aan dan eigenlijk? Nee. Luister, waarom heb ik voor zoveel bezoek is het circus afgekapt? Er zijn zoveel incidenten gebeurd. Dat is niet mijn schuld, ja? Maar weet je wat? Je gaat boeten voor je eigen daden. Oh, nee. Ja. Zo, dit liep niet goed af. Kan Pennywise er wel verder? En zou hij de andere Pennywise hebben gespot? Oh my god, Pennywise, dat ben je dan eindelijk. Mijn naam is ook Pennywise. Mag je eindelijk aan ontmoeten? Nee. Maar natuurlijk. Maar luister, dit is een geheimpje tussen ons. Niemand weet hiervan, oké, Pennywise? Dat is helemaal goed. Dankjewel. Ik ben echt je grootste fan. En dit gebeurde er 33 jaar geleden in 1990. De burgemeester werd vermoord door Pennywise omdat zijn show niet kon doorgaan. Maar 10 jaar later is de nieuwe Pennywise ook een stuk ouder geworden. Hij is geen baby meer, maar hij is 10 jaar geworden. En zo gaat het nu met hem. Het is 10 jaar later en Pennywise besloot om op te staan. Want het is zijn allereerste schooldag vandaag. Zo, ik heb echt totaal geen zin om naar school te gaan. Maar ja, het zou wel moeten weer, hè? Precies, ja. We snappen dat Pennywise er geen zin in heeft. Maar hij heeft het er constant over dat er een clown leeft iedere keer. Papa, ik ga naar school toe. Oké, mijn zoon, dat is helemaal goed. Oké. Pennywise gaat naar school toe en gaat dus eindelijk zijn eerste klas leren ontmoeten. Hij stapt dus op de fiets en hij begint dus extra gas te geven. En op een gegeven moment komt hij dus aan bij school. Het is zijn eerste schooldag, maar het niet-welkomstcomité staat wel op te wachten. Zo, en waar denk je naartoe te gaan dan, hè? Met je rotklaus iedere keer. Gewoon, ik moet ook naar school toe, net als jullie. Wat is het probleem dan precies? Hey, luister, je gaat ons niet dwarsbomen dit jaar, hè? Want als je dat één keer doet, dan steek je neer. Dit loopt dus uit in een ruzie. Hey, alsjeblieft, laat me het rust, doe het niet. Hey, kom dan, ik ga je pakken, vriend. Hey, nee, doe het nou niet, want doe niet zo gemeen tegen mij. Laat me alsjeblieft met rust. Hey, luister, blijf staan dan, hè. Nee! Pennywise heeft het tot nu toe al gehad en hij besluit dus naar de klas te gaan. Maar het niet-welkomstcomité staat dus ook daar al op te wachten. Want op het moment dat hij binnenkomt, bevalt het hem niet. Goedemorgen allemaal. En wie ben jij nou precies? Hè? Luister, ik heb gehoord dat je geobsedeerd bent met Pennywise en clowns. Daar wil ik jou dit jaar niet over horen praten, ja? Oké, dat is helemaal goed, maar waarom zijn jullie zo gemeen tegen mij? Luister, dat interesseert me niet. Nou, stel je me voor, dat is een vrouwenklas. Maar dan hoor je wat best net als al die vrouwen. Want je bent er zelf ook eens. Oké, mijn naam is Pennywise. Ik hou heel van het circus en ik ga iedere keer naartoe sinds er iets gebeurd is in mijn jongere jaren. Oké, dat boeit niet. Weet je wat? Ga er maar uit. Nou, ben je echt zo gemeen dan? Hé, luister goed, hè. Ik zou maar niet zo doen dit jaar tegen ons, hè. Want anders heb je met mij te maken. Oké, ik hou weer weg. Doei. Eindelijk. Doei. Echt, wat een sukkel zijn het ook allemaal. Wat zeg je daar? Niks hoor, laat me gaan. Doei! Hij wordt zonder enkele welkomstvorming ontvangen, maar hij gaat de klas uit. Pennywise is de klas uitgestuurd omdat hij een fascinatie heeft met clowns. Dat heeft hij altijd al gehad, maar iedereen is er een beetje klaar mee. En dat is ook wel duidelijk te zien op deze school. Maar op het moment dat Pennywise naar buiten gaat, gaat het niet veel beter. Hey, luister Dungy, je bent de slechtste leerling ooit, hè? kom dan, Dungy. Nou, laat me rust alsjeblieft. Zeg eens even Pennywise. Jouw naam alleen al. Hè? Huh? Clown. Alsjeblieft, laat me gaan. Nee, ik laat je niet gaan. Nou, Pennywise heeft toch besloten om te gaan fietsen. En jawel, ze moesten wel laten gaan, want ze kon niet bijhouden. Gelukkig is Pennywise maar weggekomen. Maar uiteindelijk is hij dus thuis aangekomen en dit gebeurde. Pennywise is het helemaal zat en hij besloot dus thuis aan te komen.
Hij heeft namelijk een brief ontvangen en dat wil zijn vader hartig aan hem vertellen. Dus hij besloot om naar binnen te gaan en de brief namelijk aan Pennywise door te geven. Zo, zoon. Ik heb dus een brief van jou ontvangen. Luister, ben ik niet zo heel blij mee eigenlijk. Hoezo dan eigenlijk precies? Luister, je doet totaal niet je best op school. En daarnaast deze brief komt van Pennywise zo af. Wat is dat allemaal weer nou, jongen? Ik weet niet. Wat bedoel je nou precies? Hey, luister, in je kinderjaar was een ander verhaal geweest. Maar dit kan gewoon echt niet meer, jongen. Ik zweer het je. Ik wil gewoon liever dat je niet meer terugkomt. Ga mijn huis uit, nu. Oké, ik ga weg. Pennywise is het huis uit getrapt door zijn eigen vader. Maar hij had dus besloten om stiekem nog even op zijn kamer te gaan wachten tot het 's avonds is. Hij leest de brief en hij ging er dus gewoon op af. Pennywise kreeg namelijk een brief van Pennywise en hij besloot om naar het circus te gaan. Hij heeft zijn koffers ingepakt en hij komt dus niet meer terug thuis. Maar waarom moet hij eigenlijk naar het circus toe? Is Pennywise in gevaar? Daar komt deze Pennywise hier namelijk achter. En gaat deze nieuwe Pennywise de oude dan uiteindelijk vervangen? In ieder geval komt Pennywise dus aan bij het circus en hij stapt dus van zijn fiets af. Hij besloot dus om naar binnen te lopen. En jawel, het circus staat dus heel groot en duidelijk op. Pennywise staat dus op hem te wachten, want het is niet zomaar. Hé, luister Pennywise, ik heb een verzoekje namelijk. Zou je mijn rol willen overnemen alsjeblieft? Ja, natuurlijk zou ik dat wel graag willen. Maar hoezo dan eigenlijk? Ik denk dat ik te oud word en ik denk dat ik beter kan stoppen met mijn beroep. Hey, Pennywise, achter je! Wat gebeurt er precies? Ah! Wat heeft dat betekenen? Pennywise, je gaat lekker de brandstapel vriezen. Waarom ben je zo gemeen tegen Pennywise? Hé, ga je soms bemoeien of wat soms, hè? Ik zou als ik jou was maar gewoon lekker naar huis gaan, want ik hoef jou niet meer te spreken. Oké, ik ga weg. Pennywise besloot zijn weg te gaan en hij fietst dus uiteindelijk naar huis toe. Hij rende tegen een dame, maar goed, kan gebeuren. Hij pakt dus zijn fiets en hij gaat dus weg. Maar zou het allemaal nog voor hem goed aflopen en gaat hij de nieuwe rol van Pennywise overnemen? De oude Pennywise is vermoord door een of andere random grappie. Ik denk een vader van iemand uit de klas. Maar het is de volgende ochtend en Pennywise ging gewoon weer naar school toe. De tweede schooldag voor Pennywise aangebroken en hij besluit weer terug te gaan. Alleen dit keer laat hij het niet meer over zich heen lopen. Hé, hey, wat moet je dan, hè, G? Hé, hey, wat denk je dan maar niet? Nou, je ziet het, Pennywise laat het echt niet meer over zich heen lopen. Hé, hey, Auw. Pennywise kon weer terug aan op school en hij besloot verder de klas te gaan. Alleen hebben de klasgenoten namelijk buiten gezien wat er gebeurd is tussen Pennywise en de drie jongens. Hij kwam de klas in en nogmaals, het niet-welkomstcomité staat er weer klaar. Zo, een goedemorgen Pennywise. Dit is je eerste en de laatste les, want je hoeft niet meer terug te komen hoor. Luister, wat heb je gedaan met de andere klasgenoten? Niks hoor. Hoezo? Je bedoelt niks gedaan. Hoe bedoel je, er is niks gebeurd? Je hebt mensen vermoord. Je bent echt ziek in je kop, Pennywise. Ik zweer het je, ga maar gewoon weg. Kom niet meer terug, oké? Ga je niet melden bij de directie. Oké, ga ik doen. Echt waar, jullie zijn verschrikkelijkste van allemaal. Ik word gepest en ik moet alles voor opdraaien. Hallo, jij pleegt toch een moord of wat? Nou, maak me geen reet meer uit. Weet je wat, ik ga wel melden, oké? Ik zweer het je, wat een rotte klas. Pennywise komt aan bij de directie, alleen de directie is totaal niet blij met zijn komst. Pennywise, dit is je eerste en laatste dag. Ik hoef je nooit meer terug te zien op school. Je bent echt te ver gegaan, vermoord mensen en weet ik wat. Ik heb je toch al nooit gemogen, je bent gewoon een zak. Dus weet je wat, ga maar weg en ik hoef je nooit meer te zien. Oké, ik ga weg. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Altijd krijg ik dit geschoten gezeik, weet ik voor wat. Ik hoef niet eens meer te leven. Pennywise besloot om weg te gaan, want hij ziet het niet meer zitten. Maar ik heb een veel beter idee. Als niemand me mag, als niemand me toch leuk vindt, dan ga ik mijn eigen route wel op. Dan ga ik mijn eigen baas wel spelen. En dan kan mensen wel echt spijt hebben van wat ze gezegd hebben. Ik besloot om lekker in de weg te fietsen. En weet je wat? Ik een wraak nemen. Maar dan moet ik eerst even wachten tot het 's avonds is. Wat mag ik tot hij thuis komen nu? Pennywise heeft flink gezeik gehad met zijn burgemeester en hij is gewoon van school afgetrapt. Maar hij moet dus wachten op de avond, want hij gaat dus naar het circus toe. De avond is aangebroken en Pennywise besloot om naar het circus te gaan. Maar niet zomaar. Hij besloot van zijn fiets af te stappen en hij besloot daar een of ander tentje te gaan waar zijn kostuum ligt. Want dan gaat ze namelijk omkleden. Dit is niet meer de Pennywise die we gaan kennen. Maar deze Pennywise wordt vanaf nu een demonisch eng figuur. En alles ligt alvast klaar in deze kledingdoos. Hij is omgekleed en tada, daar is Pennywise. Nee, 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 nee. Nu kan ik lekker doen wat ik wil. Mijn leven, mijn ziel, hier, vang het. Lekker liggen, mevrouw. Dat betekent maar één ding. Ik ga lekker wegfietsen. Ik hoef toch niks meer van iemand te maken hebben. Wat niet meer mag, maar toch. Dat hebben we allemaal psychopaat gemaakt. Pennywise is echt een psycho, ja. Psycho Pennywise komt dus aan bij zijn oude huis waar hij niet meer welkom is. Maar hij wil het wraak nemen. Hey, hallo, wie is hier naar binnen gekomen? Hallo, kun je even zeggen wie je bent? Want Pennywise, als jij bent, je bent niet meer welkom, hè? Hoezo lach je? Nee, 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 nee. Pennywise heeft dus zijn eigen vader neergestoken. En dat is omdat hij uit huis is gekikt. Goedemorgen, de ochtend is aangebroken en Pennywise besloot om terug naar school te gaan. Maar niet als klein kind, maar als Pennywise zelf.
Hij kan het niet meer aan wat er gebeurd is. Dus hij pakt zijn fiets en hij fietst als een sodemieter naar school toe. Alleen besloot Pennywise via de achterdeur naar binnen te gaan. Dus wat doet hij? Hij fietst naar de achterkant van het gebouw toe en hij gaat via die kant naar binnen toe. Hij weet dat de juffrouw soms altijd naar het toilet gaat. Het is een bepaalde tik die ze heeft. En daar gaat hij mooi gebruik van maken. Want op dat moment besluit hij dus naar de wc-hokjes te gaan. Nee, 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 nee. Hallo? Wie is nou precies in de wc dan? Nee, 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 nee. Hallo? Wie ben je dan? En, Van wie zijn die voeten? Hallo? Kun je even je naam zeggen alsjeblieft? Nee, 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 nee. Ik vind het echt niet meer leuk. Wie ben je? Zeg nu. Hallo? En, help! Nee, nee, nee. Eigen schuld, dikke belt. Pennywise heeft uit wraak zijn eigen juffrouw vermoord. Maar nu er geen juffrouw meer voor de klas staat, zou Pennywise dan een nieuwe leraar worden? Pennywise heeft het gehad en heeft besloten dus terug naar de klas te gaan. Zo, goedemorgen leerlingen de leraren. Welke leraar is het dan nog, hè? Nou, wat een zielenpoten zijn jullie dan eigenlijk ook, hè? Hé, hey, laat het met rust. Oh ja? Ga je zo beginnen? Pennywise besluit om naar buiten te lopen. Maar op het moment dat hij dat doet, staat er nog iets op te wachten. Hij ging dus langs de directie en hij legde daar dus een brief neer. Moet ik daar wel naartoe komen? Het circus. Interessant. De directeur kreeg een brief met de vraag of hij naar het circus moest komen. Maar of hij dat gaat doen, dan moet hij nog even in overweging nemen. De avond is aangebroken en dit zou zomaar de laatste avond kunnen zijn voor de burgemeester. De directeur besloot dus om naar het circus te komen. Maar wat hij zich niet beseft, is dat zomaar zijn allereerste en zijn laatste avond op het circus kan zijn. Want hij komt dus naar binnen toe en Pennywise komt daar dus ook. Nee, 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 nee. Hallo? Wie is er nou precies? Nee, 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 nee. Hallo, mijn naam is Pennywise. Pennywise? Wat doe jij daar nou precies? Hoe zie jij er in één keer uit, Pennywise? Nee, 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 nee. Luister, het is tijd voor wraak. Doe het nou niet. Doe het mij niet aan. Ik spijt me echt heel erg. Goodbye, Mr. Directeur. Avontuur zit er dus op en Pennywise heeft dus de directeur neergestoken. Oh my god, ik heb dus geen parachute gekregen. Maar terwijl ik aan het landen ben, mensen like even deze video. En ja, we zijn aan het landen. Ouch. Oké, we zijn in ieder geval geland, maar niet echt op het helikopterveld. Maar like vooral even deze video als je kan raden wie dit karakter is. En laat ook even achter in de comments wie het is. Iedereen die het goed heeft, krijgt een hartje. Maar goed, wij gaan dus naar het Mr. Beast Island. En oh my god, iedereen staat er al te wachten. Inclusief Mr. Beast zelf. Oh my god, Mr. Beast is daar zo. En ja, die gaat waarschijnlijk iets moeten vertellen. Maar dit is in ieder geval dus de heer Mr. Beast. Maar ik denk dat ik even naar mijn plek moet gaan, want Mr. Beast wil vast wel iets uitleggen wat we deze opdracht moeten doen. Welkom op het Kipi Pasta Island. Mijn naam is Mr. Beast en jullie zijn hier met 20 mensen gekomen. En de laatste die het eiland verlaat, wint. En jullie eerste opdracht is om een potje ouderwetse knokken met elkaar. En schrik niet, er blijft maar 10 mensen over. Veel succes. Ah, dus we moeten op de vuist met elkaar gaan. Oké, duidelijk. En ik moet het met haar op de vuist. Oh my god, dat is een spierbundel. Nee. Oeps. Oeps. Ik pak de verkeerde. Nee, ik moet haar pakken. Oh my god. Oké, we gaan er even klappen. Ja, goed zo. Bam. Oh my god. Ik ben dus heel benieuwd wie er allemaal over kan blijven. Want ja, laat ik het zo zeggen. Er zijn 20 mensen op het eiland. Zo, zij dodgt hem wel hoor. Dat gaan we niet laten toelaten. Oké, we moeten ze haar pakken nemen. En hebben we haar? Ja, we hebben haar. Oké, ze zijn nog met elkaar aan het vechten. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wie er gaan winnen. Maar oké, er zijn al een paar mensen neer. Oké, maar gaan er mannen winnen of gaan er vrouwen winnen? Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Iedereen is gewoon lekker met elkaar aan het vechten. Hoe cool is dit? Oké, deze tot nu toe hebben alle mannen gewonnen. En, er is nog een kind met elkaar. Er is zelfs een vrouw die heeft gewonnen. Hoe cool. Oké, dat mocht wel eens tijd. Ouch. Oké, deze geeft wel even een uppercut hoor. Oh my god. Die vrouw, die raakt hem wel hoor. Oké. En wat gaat ze doen? Ze pakt hem even goed aan. Ze pakt hem heel goed aan. Oké, gelukkig. En, ouch. Oké, leeft ze nog? Leeft ze nog? Oké, iedereen is tot nu toe uitgevochten en het ziet er naar uit dat er 9 man hebben gewonnen en 1 vrouw. Toch nog een vrouw die sterk genoeg is. Maar met dit team zijn we dus nu over. Laten we even kijken wat Mr. Beast te zeggen heeft. Gefeliciteerd aan het team mensen die het overleefd hebben. Jullie volgende opdracht is om jullie te verstoppen. Maar pas op, er loopt de pipipassen die ook wel een serieboarder is rond die jullie komt zoeken. En de eerste 2 die gevonden worden zijn af. Veel succes. Oké, we hebben dus nu de opdracht gekregen om te gaan verstoppen. En oh my god, we gaan dus allemaal vol voor. En ja, ik ben dus eigenlijk wel benieuwd wat iedereen gaat verstoppen. En wat doet die vent daar zo? Ik heb geen idee. Maar even een goede verstopplek vinden en ik hoop dat ik er eentje kan vinden, want het moet namelijk zo zijn en we moeten overal ook ergens anders verstopt zijn. Nou, er is al van oranje rots en oh my god, kan ik hier doorheen? Wat? Ik kan gewoon letterlijk door die rots heen? Oh my god. Oké, waar ga ik verstoppen? Ik denk dat ik in die bak ga zitten, man. 100%. Weet je wat? Ik ga me hier verstoppen. Ik denk dat de serie moorden me niet kan vinden. Best wel een heftige opdracht, man. Er worden gewoon 2 mensen vermoord en
Wat doet hij bij mij? Hey, ga eens even een eigen stopplek zoeken alsjeblieft. Oh my god. Nou, in ieder geval, ik ben benieuwd of ze mij kan vinden. De serie moordenaar mag beginnen met zoeken. En de eerste twee die dus gevonden zijn, die zijn dus een Sjaak. En ik ben dus heel benieuwd waar ze gaat zoeken. Maar oh my god. Het ziet wel naar uit. Oh, ik weet niet, is slim. Oh, ze gaat er gelijk de bosjes in. Ik weet niet of ze iemand hier gaat vinden. En jawel. Wat? Oké, ze heeft toch gewoon niemand gevonden. Wie is er dan weer gevonden dan? Oh my god, hij heeft er al eentje te pakken. Zij is snel. Het spel is natuurlijk nog niet uitgespeeld, want ze moet nog iemand vinden om te killen. En oh my god, hopelijk gaat ze niet mij vinden. Echt niet. Oh, gelukkig lig ik daar niet. Maar ik wil niet eens in die bak gaan kijken. Of hoe zit het nou precies? En gaat ze kijken? Gaat ze kijken? Oh, gelukkig. Ik was even bang dat ze ging kijken in de bak. Maar ondertussen moeten ze dus verder zoeken. En ik denk dat ze wel iemand te vinden gaan krijgen. En volgens mij ziet ze alweer iemand staan hoor. Jawel, want het ziet er wel uit als ze iemand gaat pakken. Oeh. Oh nee. En er is nog iemand dood. Dat betekent dat slachtoffers zijn gevonden. Poeh, gelukkig heb ik deze ronde overleefd. En hopelijk kan ik deze ronde dus ook overleven. Maar laten we even kijken wat Mr. Beast te zeggen heeft. Feel free to do it on the other mensen die dit overleefd hebben. Jullie volgende opdracht is om naar Dawn of Door te rennen. En de eerste zet die de uithaan vinden winnen. Maar net op, het loopt meteen alle towers in de doorlof. Heel succes. Oké, ik denk dat duidelijk is. Dus we mogen gaan beginnen in 3, 2, 1. Oké, hierna zullen er maar 6 mensen overblijven. Maar we mogen echt niet geraakt worden door de clowns. En oh my god, wat doet iedereen moeilijk? Nou, in ieder geval laat ik er even doorheen komen. Oké, ik weet niet wat er gebeurt, maar volgens mij staan ze helemaal stil hier zo. Oké, dat gaat niet goed zo. Oh my god, wat gebeurt er? Oké, in ieder geval, we zijn dus op zoek naar een uitgang. En ik hoor dat het niet helemaal goed gaat. Maar het zal wel goed komen, hoop ik. Dus laten we even gewoon lekker rennen. En oh my god. Oh, we moeten even de uitgang gaan vinden. Maar ik ben dus benieuwd hoe het met de rest gaat. Oké, volgens mij ging het er niet zo heel goed te doen. En nee, weer doodlopen. Er is maar één uitgang. We moeten Mr. Beast aan de andere kant ontmoeten weer. Ook al niet. Oh, hoe moet ik naartoe? Ja, het is natuurlijk een doolhof, dus je weet het maar nooit. En oké, dit ziet er al goed uit. En ja, ik ben de eerste die het heeft gehad. Yes, lekker man. Maar voordat we gaan kijken wie er allemaal nog meer hebben gewonnen, laten we eerst even kijken wie Pennywise te pakken gaat nemen. Hij is zijn wapen te pakken en oh my god. En ah, hij pakt dus deze man. Dus die heeft hij te grazen genomen. Hé, dat is die lastige, toch? Zo. Oké, dus deze heeft Pennywise te pakken genomen. En zo heeft Pennywise dus nog iemand te grazen genomen. Maar wie zou die nog meer te pakken hebben genomen? Daar ben ik dus eigenlijk wel heel benieuwd naar. Want er zijn nog maar 6 mensen hierna over natuurlijk. Oké, Pennywise is dus aan het zoeken wie er nog meer te pakken heeft genomen. Maar tot nu toe komt er nog niet echt iemand tegen. Ja, heb je ooit als een kleine doolhof gezien? Dat lijkt me natuurlijk super scary. Lappy Honus. Dat heeft hij niet moeten doen. En ja hoor, dat betekent dat deze twee dood zijn en dat er maar 6 mensen over zijn. Nou, in ieder geval, deze mensen hebben allemaal de volgende ronde overleefd. En ik denk dat de hoogste tijd van de volgende challenge doen. Maar de avond begint alweer bijna, dus laten we even kijken wat Mr. Beast te zeggen heeft. Maar waarschijnlijk moeten we s'avonds ook gewoon door. Het gaat wel om 100.000 euro, hè? Je judges are nummer 9 is over. In deze all dot is de bedoeling dat je de burst update aan de family call voor de pilots. Maar let op, je geeft je dat dons. Je hebt een absolute burst update verliest. En wordt je gepuffd door je ready? They get highlighted by this bell. In the success. Oké, ik denk dat de hoogste tijd is om te gaan, mensen. Maar niet alleen dat. Het gaat natuurlijk niet alleen om 100.000 euro. Het gaat natuurlijk ook om het feit dat wij gewoon, ja, het eiland kunnen krijgen. Dus dat moeten we natuurlijk niet proberen niet te zien te voorkomen. Goed, wat gaat er gebeuren? Oh my god. Dus ik ga natuurlijk weer volgen, hè. Maar we moeten dus als eerste de busje aantikken. En degene die als de busje aantikt, die wint namelijk. En er is één iemand die getikt kan worden. En als je getikt wordt door die creepypasta, ben je af. Oké, dus daar moeten we wel een beetje op letten. Maar ik denk dat het wel goed komt. En oh my god. Ik ben dus het hele eiland aan het rennen. Ja, ik zweer eens. Ik ben voor mijn hele dag al door het eiland aan het rennen. Maar het maakt niet uit. Nog niet helemaal moeten worden, maar hey, daar is busje. Deze man zit in ieder geval mee te gluren, dat is helemaal goed. Oké, en dat betekent maar één ding. Let's go. Oké, en wat doet hij? Oké, hij heeft in ieder geval ook aangetikt. Ik vind dat hij heeft gewonnen, die mevrouw komt er ook aan. En jawel, ook zij heeft gewonnen. Oké, en wie gaan de andere twee zijn die wint? Voordat we daarachter gaan komen, laten we even kijken wie er wordt getikt. De Huggy Wuggy. Huggy Wuggy vertrekt vanuit zijn spawnpoort en we gaan eens even kijken wie hij te pakken gaat nemen. Oké, eerst is een verdwaalde man en hij rent erop af, alleen hij gaat dus niet de goede kant op. Oh my god. En Huggy Wuggy heeft al een slachtoffer gevonden hoor. Oeps. Deze man probeert nog zelfs de dodge terug te vechten tegen Huggy Wuggy. Maar of dat echt slim is, dat durf ik niet te zeggen. Maar in ieder geval, Oké. Dat betekent dat Huggy Wuggy dan eindelijk een slachtoffer heeft gevonden. En dat het dus iemand af is. En dit zijn de winnaars van deze ronde. Nou, we zijn hier van met 5 over. Even kijken wat Mr. Beast te zeggen heeft. Maar voordat we even gaan luisteren. Nou, met deze mensen zijn er over. Met deze dronken man. We zijn er over met het kind. We zijn er over met deze gangster. En we zijn er over met deze vrouw. En laten we even kijken wat Mr. Beast te zeggen heeft. Zo, Mr. Beast, wat moeten we nu gaan doen? Vertel eens. Het is de maar point van het bepaalde deelnemers over. Genau, 5 mensen. Jullie gaan in deze moeilijke tekens hezen. En de verder die als laatste mag je voor dit verlies. Oké, dus we moeten een race gaan houden. Oké, interessant. Weet je wat? Laten we even moeten wachten. Dus 3, 2, 1. Oké, en degene die het laatste uitvalt, die verliest. Oké, we moeten snel vertrekken. 3, 2, 1, go. Oh, nee. We mogen niet verliezen. Oh, nee. Oh my god. Ik word dus keihard gecarried. Ik word dus helemaal gesandwiched hier. Hey, dat is niet de bedoeling. Ze willen me gewoon laten verliezen. Maar als we even verder gaan kijken. Oh, hij komt er ook aan. We moeten de finish halen. Nee. Ze zijn dus allemaal sneller. Nee. We moeten uitkijken. Ik word dus helemaal gesandwiched. Ja, deze man die daarvoor die wordt, gaat er dus echt wel volledig voor.
Oh, ik sta laatste. Pas op. Ja, let's go. Jekker, ze zijn gestopt. Oké, dat betekent dat wij twee moeten komen. En ik ben dus benieuwd, gaan we winnen? Oh, maar die man rijdt daar helemaal overheen. Wat doet hij eigenlijk allemaal? Ik snap oprecht niks van. Maar, hey, het ziet eruit dat ik zelfs eerste ga worden. Oké, laten we een finishfoto maken. Oké, 3, 2, 1. En ja, ik ben eerste. Oké, duidelijk. En de roze is tweede volgens mij, die andere is derde. Oké, geel is vierde. En die groene daar, die komt er als laatste aan. En die is dus dadelijk vijfde. Dat betekent dat groen heeft verloren en dat de rest van de kleur heeft gewonnen. En dit is namelijk, wie heeft er verloren? Zullen we eens even kijken. Oh, dat is deze vrouw. Oeh, de vrouw hebben dus allemaal verloren dit keer. Nu is de strijd tussen de mannen. Oké, we zijn dus bij Mr. Beast aangekomen. En er staat natuurlijk ook op, let's to leave this island, keeps it. Oftewel, de laatste die het eiland verlaat, die mag het houden. Maar laten we even kijken wat Mr. Beast te zeggen heeft. It's a bowling time. Jenny moet in deze ronde van bowlen met z'n vrienden. Je punten zijn sterren. Want het thema de Oceans Goalie gaan door naar de finale. Allemaal veel succes. Oké, dus we moeten gaan bowlen met de cartoon cats die achter ons staan. Oh my god. En ik denk dat ik de eerste ben die gaat beginnen met gooien. Dus ik ben benieuwd. Ga ik een strike gooien? Ja of nee? Maar ik moet het met een granaat doen. Dus hoeveel cartoon cats kan ik eigenlijk wegblazen? Oeh, dit wordt wel lastig. Maar ik ga gewoon proberen. 3, 2, 1, go. Oeh, en. Oeh, pas op. Hoeveel? Oké, hoeveel ga ik er wegblazen? Oké, eens even kijken. Hoeveel heb je overleefd? Oké, eentje heeft het overleefd. Ja, de rest is allemaal neer. Dus dat betekent dat ik dus 9 cartoon cats heb weten weg te blazen. Laten we even kijken wat de rest doet. Laten we nu dan even kijken wat het kind gaat gooien. Gaat hij er meer of minder hebben dan ik? Oeh, ik ben dus heel benieuwd. Het is namelijk, ze hebben de laatste twee die het meeste hebben gegooid. Die winnen namelijk. Dus even kijken, hoeveel leven er? Oké, eentje. En die is in het water. Oké, leeft hij nog? Oeh, of heeft hij een strike gegooid? Oeh, dit kind heeft gewoon een strike gegooid. Ik hoop dat de andere twee gewoon misgooien. Minder dan 9, want anders ben ik uit. Want hij heeft een 10 en ik heb een 9. Oké, ondertussen is Beachman aan de beurt. En oh, wat doet hij nou? Oh, dat is niet handig. Wat gaat hij gooien? Deze heeft gewoon keihard misgegooid. Dat betekent dat Beachman gewoon 0 punten heeft en de uitlegt. En natuurlijk de laatste. En oh my god, wat gaat hij doen? Oké, wat doet hij nou? Heeft hij... oké, die telt niet. Hij heeft nog 1 kans. En oké, waar gaat hij gooien? Oh, hij gooit naar een andere kant toe. Oké, en hoeveel heeft hij er? Oké, hij heeft er... even kijken hoor. 5 maar. Oké, dus hij heeft er 5 neergehaald en de rest is tenminste gebleven. Of oh nee, moet ik wel goed tellen. 6. Dat betekent dat ik en het kind hebben gewonnen. Mensen, de allerlaatste opdracht is hier wel aan zicht. En wat moeten we nu gaan doen? Laat even luisteren wat Mr. Beast te zeggen heeft. Final time. Hier is er met de tellen over in het eilandje voor Gripdepasta's. En hier is een chance die en is die intervent in dit eiland van zichzelf. In ieder geval succes. Oeh, spannend. Dus degene die als eerste boot terug kan brengen, die heeft gewonnen. Oké, laten we gaan beginnen. Er is wel één ding. Wij mogen dus namelijk niet aangeraakt worden door de creeperpassers. Want als dat gebeurt, dan zijn we dus gewoon af. Oké, laten we gewoon even lekker gaan rennen. En oh my god, we moeten even kijken dat er geen creeperpassers zijn, man. We mogen niet geraakt worden. Het is of één of helemaal niemand. Hè? Dat kan ook. Het kan ook namelijk zijn dat niemand wint. Dus ja, we moeten gewoon zorgen dat die boot als eerste terugkomt. Maar waar zou die boot dan eigenlijk helemaal zijn? Of het is een jetski of een boot, ik weet het niet. En oh, ik zie er al een clown lopen. Is dat Ronald? Oh my god, zijn er nog meer creepypasta's? Of is dat het? Oké, wie lopen die nog meer? Want ik weet niet. Er zijn er wel een paar creepypasta's hier, maar... Sirenet zit achter me aan. Oh my god, Sirenet. Nee. Oké, pas op. Oké, nog meer? Oké, Ronald zit ook achter me aan. Pas op. Moeten we rond blijven kijken. Laten we die boot gaan pakken. Oké, lopen er nog meer mensen achter me aan? Creepypasta's? Whatever. Of is dit het? Oké, dus die boot is helemaal daarin. Oké, maakt niet uit. Gewoon even naartoe zwemmen. Ik denk dat dat best is. En dan gaan we die boot zo snel mogelijk terugbrengen. Oké, 3, 2. 1 en gaan we die boot te pakken nemen? Jawel. En moet dus goud terugvaren. Want, Sirenet komt er wel aan. Ronald McDonald's. En nog meer? In ieder geval, we hebben de boot. Dat is goed. Dat is heel fijn. Oké, breng maar zo snel mogelijk terug naar Mr. Beast. Want hij moet hem hebben. Oké, het ziet er nou uit dat het gaat lukken. Ik denk dat wij de winnaar zijn. Want dat kind hebben we ons wel gekaapt, toch? Dus laten we even gaan brengen. Hartstikke tof. Oké, go. Oké, en daar moeten we dus zijn, hè? De boot gaat nu op het land op. En yes. Kijk eens, Mr. Beast. Boom. Dat betekent dat we gewonnen hebben. Een cartoon cat staat daar gewoon. Oh my god. Gaat hij naar mij hunten? Of hoe zit het nou precies? In ieder geval, laat even kijken wat Mr. Beast te zeggen heeft. Van harte gefeliciteerd, Nano. Je hebt 100.000 euro voor me en het heide voor jezelf. Kijk, dankjewel Mr. Beast. En mensen, jullie allemaal, like, abonneer en adios.